Hallo, ik ben Caitlin en ik ga jullie wat meer vertellen over mijn paddleboard. Ik heb een klein paddleboard met niet zo'n dure pedalen, maar het werkt echt super goed voor mij. Ik ga met mijn jack van mijn bas naar de input van mijn tuner, die staat eerst op mijn paddleboard. Dat is deze. En daarna gaat hij naar mijn compressor. Die gebruik ik vooral omdat eigenlijk als je speelt, soms is de dynamiek of zo een beetje verschillend als je zo wat harder speelt. Of vaak komen zo de hoge noten er wat heftig uit of zo. En eigenlijk wat dat die compressor doet is gewoon alles een beetje samendrukken zodat alles, de dynamiek een beetje hetzelfde is. Wat ik wel fijn vind. En deze is ook, die ziet er heel simpel uit. Maar je kunt eigenlijk met software op je laptop, met een USB-kabeltje, heel veel instellingen aanpassen. Dan kun je bijvoorbeeld instellen dat het laag meer gecompressed wordt, of mid of hoog. En dan kun je gewoon volgens je eigen smaak een beetje aanpassen. Maar, dan gaat mijn compressor naar mijn sustainpedaal. Dit is een beetje een iets meer onconventioneel pedaal voor een bassist, denk ik. Ik gebruik deze eigenlijk ofwel voor zo hele lange droney noten te maken. Ik zal eens even een voorbeeld geven. Die kan zo infaden, wat ik wel nice vind. Dan moet je een beetje. En die gaat eigenlijk naar een chorus en naar een reverb, waardoor dat je zo'n beetje dat een beetje beweegt, dat geluid, dat vind ik wel super cool. En dat is ook enkel op het sustainde geluid, dus niet op het geluid van mijn bas. Want als je bijvoorbeeld dit hoort. Je hoort op de achtergrond een beetje de sustain met de chorus en de reverb. Maar het gewone signaal van mijn bas is nog steeds gewoon zonder chorus en reverb. Wat wel cool is, vind ik, om dat contrast een beetje te maken. En dan gaat mijn sustain naar mijn DI. Ik vind deze heel fijn, dat is een sans amp. Die heeft ook drie verschillende presets dat je zelf kunt instellen. Deze is zo mijn standaard, de eerste. De tweede heeft een klein beetje meer drive, zoals je kunt horen. En deze is echt wel om een beetje te soleren of zo. Echt een beetje meer distortion op. Ja, en ik vind dat gewoon heel fijn. Dat is een amp simulator eigenlijk. En dan moet ik geen zware basversterker meepakken. Wat wel aangenaam is voor mijn rug. Voilà. Ik denk dat dat zo'n beetje is.